Dit verwacht je in een museum. Mooie spullen op een tafeltje en je kijkt ernaar. En dit verwacht je er niet. Sjaak Langenberg, kunstenaar uit Den Bosch, stelde in het sms een stel supersupposten aan. Onder andere deze bekende cabaretier. Een supersupposed is een supposed die enorm veel contact maakt met de mensen, met het publiek. Dit is anders dan wat je verwacht als je naar een museum gaat. Ja, maar het staat wel aan het denken. Ik wil eigenlijk hier dat mensen in plaats van anoniem rondlopen, dat daar contact ontstaat. Want het lijkt me dat dat heel goed was in een tentoonstelling over geluk. De tentoonstelling in het sms gaat over geluk. Het maakt deel uit van een 3 jaar durend project. Het museum probeert uit te vinden wat geluk nu eigenlijk precies is. En ik hecht dus ook absoluut geen waarde aan werktijden van 9 tot 5. Dat vind ik bullshit. De supersupposten leggen op allerlei manieren contact met mensen. Wat is nou precies geluk? Kun je niet definiëren. Nee, wat is het? Het zit eigenlijk gewoon in jezelf natuurlijk. Als je nou 3 goede dagen hebt en 1 slechte dag, betekent dat nou dat alles helemaal slecht is? Hè? Of... Dan komen wij tot hele leuke gesprekken en mooie gesprekken over wat geluk is of wat het niet is. En dat soort onverwachte gesprekjes, daar gaat het volgens de kunstenaar om. Het gekke is dat we heel goed van elkaar weten dat die contactmomenten, die onverwachte contactmomenten, dat je dan de rest van de dag met een big smile kan rondlopen. En toch doen we het heel weinig. Gewoon echt enorm genieten van wat er nu op dit moment is. En dat niet laten overschaduwen door allerlei zorgen die er zijn over straks. En je hart klopt nu en niet straks.